op inzet. El Makrini. En geen buitenspel voor Schepers. Schepers, Turk vraagt die bal bij de eerste paal. Schepers maakt de actie. En zoekt dan Turk, vindt hem niet. Barto, Turk met de kans. En daar is de goal. De goal voor Cambuur. Het is Turk die de Vriezen na zo'n 10 minuten op 0-1 brengt. Timi Sela met het paasje. Uchebo, geen overtreding. Uchebo, en is daar de gelijkmaker. Jawel! Binnen de minuut het doelpunt van Berghuis. En beide ploegen dus op 1-1. Uchebo gevonden door Wildschut. Maguire. Uchebo kiest positie en achterin is het Berghuis. Dat is de tweede. Uit het niets komt VVV op 2-1. Weer is het Berghuis. Een messcherpe voorzet. Turk. Voorzet van Schepers. Barto legt terug. Turk. Wat een goede goal. Wat een schitterende goal van Turk die het uiteindelijk doet. Die schiet die bal spijkerhard in de kruising op aangeven van Barto. Prachtige aanval. En met dit resultaat zou Cambuur zich plaatsen voor de volgende ronde van de Jupiler Playoffs. En wel voor Holla. Die heeft een aardige pegel. Wat heet? Danny Holla maakt er 3-2 van. En wordt het dan toch eindgoed al goed voor VVV. Holla van de meter of 20 met een hard schot. Voorzet van Barto. De Vries komt er niet aan, maar daar is de goal. De goal is er van de man met zijn eerste balcontact. Marco van der Heijden maakt er 3-3 van. Koud in het veld. Het is de eerste bal die hij aanraakt. En het is de goal voor Cambuur. In de lucht geklopt door Van Boksel. De voorzet was nog. Uchebo. 4-3. VVV is door. 2 minuten gespeeld in de extra tijd. En Uchebo, de Nigeriaan, maakt er 4-3 van. Uchebo is de naam in de extra tijd. Zorgt hij ervoor dat VVV doorgaat naar de volgende ronde van de Jupiler League Playoffs. Ten koste van Cambuur. En hele trieste gezichten aan de kant van Cambuur.